Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag dinsdag. En we waren vanmorgen om 8 uur al in de studio, want we moesten vandaag iets van 65 items fotograferen voor Amahoula. We hebben net alle plattingen gedaan, nu moeten we nog iets van 7 of 8 op de paspop. En het is inmiddels 12:15 volgens mij. Ja, precies 12:15. En om 2 uur moet Lilian weg, dus we proberen eigenlijk alles even af te hebben voordat Lilian komt, dus dat is super nice. Dus ik zal nu even wat shots maken van de paspop, dan zie je ze werken en dan hopelijk redden we het. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag woensdag en Jasmijn is momenteel al lekker aan het fotograferen bij Hema. En Jasmijn kreeg zojuist een berichtje of ze kon retoucheren voor Hema, dus dat gaat ze lekker morgen doen. Ik heb net een aantal leuke dingen gedaan. Ik heb een cadeautje gekocht voor mijn vader, voor Vaderdag. Ik heb een ticket voor de kwalificatie voor de GP van België, oftewel van Spa-Francorchamps. Daar gaan vader en ik heen op 27 augustus, wat wel heel erg leuk is. Heb ik als cadeautje gegeven, dat ga ik dan aankomende zondag eventjes langsbrengen. Nou, in ieder geval vertellen. Ik heb gezegd dat hij al de datum moest blokken. En dat is dus heel erg leuk. Het is ook één dag voor mijn verjaardag. Dus dan maak ik het natuurlijk nog iets leuker. Dus dat heb ik zojuist geregeld. En ik moet vandaag even naar de studio een aantal dingetjes oppakken. En dan neem ik jullie vandaag in mee. Ik ben momenteel eventjes in de studio. Ik ben eventjes wat dingen aan het opruimen hier. Gisteren is hier natuurlijk heel erg veel gefotografeerd. En er lag heel veel stof. Dus dan ben ik eventjes aan het opruimen. Jasmijn had gisteren ook geniet. De afwas gedaan omdat ze best wel laat thuis was. Ze was pas om 7 uur thuis. Dus dat betekent dat ik dat nog eventjes moest doen. En ik ben nog een aantal andere dingen aan het regelen. Zodat het zo meteen allemaal netjes is. Als morgen de begeleider van Lilian komt. Onze stagiair. Die gaat dan een afsluiting hebben. Ze doen nogal 2-3 weken stage lopen. Maar ze heeft het eindgesprek dan vanuit school. En ik ga zo meteen een pakketje meenemen naar huis. Dat hebben we dan gisteren gefotografeerd en is Jasmijn gekleurcheckt gisteren. Dus deze moet ik even op de fiets meenemen. Thuis ligt nog een pakketje en nog één. En dan moet ik eventjes een retourformulier gaan uitprinten bij de bibliotheek. En dan moet ik het opplakken en dan moet ik deze gaan wegbrengen. En dan zijn die 3 pakketjes ook weer weg. Ik ben even bij mijn zus om te gaan knutselen. Maar kijk, de kittens! Mm. Heb jij zulke mooie baby's, mama? Ja, ben je lekker aan het knorren, lieverd. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag donderdag. En zojuist is de stagebegeleider van Lilian geweest. Frederik, het was wel gezellig. We hebben de eindbeoordeling daarop gedaan. Dominique, die is geslaagd. Die hebben we zojuist ook al gebeld. En er is een pakketje aangeleverd met nieuwe producten. Die hebben we net getagd. Lilian heeft ze gestoomd. Jasmijn is nu aan het fotograferen. En ik ga zo meteen ervan tussen. Ik moet naar O'Neill toe. Dan ga ik met mijn vader samen de kassasoftware opbouwen. En kassasystemen opbouwen voor een sample sale. En dan kom ik vanaf weer terug hier. Ik ben momenteel de vlog aan het editen. En ik zie in één keer dat er een heel stuk geen audio heeft. Terwijl ik heel veel dingen heb gekletst. Dus ik ga het eventjes opnieuw inspreken via zo. Wij zijn vrijdag naar Amsterdam gegaan om Dominique te verrassen. Jasmijn die moest werken bij de HEMA en ik dacht ik ga er ook achteraan. Ik ga ook naar Amsterdam toe. Toen heb ik lekker even een dag in Amsterdam gechilled. Maar het hele leuke komt nu nog. Dominique was namelijk geslaagd voor haar examen. En ze had ons al meerdere keren gevraagd, vooral Jasmijn, van kan je komen? Want ze wist dat Jasmijn naar Amsterdam was. Toen was ze heel graag dat Jasmijn kwam om haar eindbeoordeling, ding, presentatie te bekijken. Terwijl ze daar met alle studenten stond. Dus dat wou ze heel graag. Ze doet de styling deze week van de bruiloft van de beste vriendin van Jasmijn. En daarvoor moest ze nog een paar dingen hebben. En dat zouden ze eigenlijk op vrijdag gaan ruilen, zeg maar. Zodat zij alles had. Alleen, we hadden dus bewust dat bedacht om dat een dag of 2 dagen eerder te vervroegen. Toen moest Dominique dus ook in Amsterdam zijn om een presentatie te doen voor haar eindproject. En toen had Jasmijn gezegd, kom maar even ophalen, want ik weet niet of ik er vrijdag ben. Dus we hadden alles een beetje neergetalkt van, we komen niet, het gaat ons waarschijnlijk niet lukken, we zijn te druk, dus ze had ons niet echt verwacht. Dus daardoor was de verrassing alleen maar leuker.
Nou, zoals je ziet, is mijn hier zo. Die is terug van Hema. Yes. En we gaan zo meteen Dominique vasten, zoals ik al zei. Eén ding heb ik niet verteld. Ik was dus vandaag in Amsterdam en ik aan het chillen bij de Apple Store. En toen kwam ik dus in één keer Dominique tegen. Die kostte mij letterlijk op het voetpad van het kruispunt. Ja, dus Tom stuurde van, oh my god, ik heb Dominique gezien. Ja, dus ik ging gelijk zo wegkijken. Echt, maar gelukkig zag ze me niet. Want ik had daarna nog geappt, maar ze zei niks daarover. Dus dat was in ieder geval nice. Ik ga zo meteen filmen naar binnen en dan zien we denk ik de reactie van Dominique als ze ons ziet. Lekker uit eten met Dominique omdat ze geslaagd is. Zoals je zag zijn we lekker uit eten geweest. Het was heel erg gezellig met Dominique. Het was überhaupt heel erg leuk, want gisteren toen wij naar die hele expositie keken, want er waren ook andere mensen die geslaagd waren, kwamen we nog een aantal mensen tegen die ons kenden. Dus hebben we nog best wel wat gesprekjes met mensen gehad, dus dat was ook leuk. Rodney, dat is ook een stylist waar we al eens eerder eens hebben samengewerkt, die was er ook. Dus het was in één keer heel erg gezellig, dus we hebben best wel veel gekletst, dus dat was echt top. Toen zijn we lekker na 7 uur met Dominique gaan eten, dat was ook heel erg gezellig. En daarna moesten we allemaal naar het station toe. Dus toen hebben we daar nog even wat Starbucks gedronken. Dat was ook heel erg leuk. En we waren ongeveer ook hetzelfde moment thuis rond 10:30. Dus ik had nog van deze camera, dat hebben jullie net gezien, dat filmpje, het stukje gezien, dat we Dominique gingen verrassen. Dat heb ik op mijn telefoon gesteld en Dominique gestuurd in de groepsapp. En dat vond ze ook helemaal leuk. Dus het was heel erg gezellig. Toen moest ik natuurlijk vanmorgen gewoon lekker kranten lopen. Ik was al pittig moe. En Jasmijn die is momenteel naar de studio, want we hebben voelde achtergronden. En dat moest, er wou iemand wou die kopen, die wouden we graag verkopen. Daar zaten we al een paar maanden mee in ons maag, dus het is heel erg fijn dat die in ieder geval weg zijn. En ik wou gisteren kijken voor een cadeautje voor Jasmijn. Gewoon omdat ik het leuk vond, omdat we al iets heel lang willen. En dat is een aanbieding bij Intertoys, maar gisteren kon ik het niet vinden, dus ik heb het nu vandaag in Dave gekocht. Dus ik ben zojuist even naar de Intertoys geweest en daar heb ik dit gekocht. We wouden al heel erg lang deze bloemen van Lego, zodat we die in een vaas kunnen zetten, zodat we altijd iets moois hebben. Het lijkt best wel echt van Tonken, Jasmijn en zus heeft deze ook. En daar vonden we hem zo enorm vet bij. En daarnaast heb ik nog een spelletje voor Pokémon gekocht voor de Switch. Dit is een Pokémon spel die ik vroeger kapot heb gespeeld. Daar hebben ze een remake gedaan voor de Switch en die wou ik heel graag, omdat ik deze zo enorm leuk vind. Wat wel leuk, ik had eergisteren een cadeaubon gehad. Die lag in één keer bij mij van kranten lopen. En dat was €75 cadeaubon. En die kon ik andere inleveren bij de Intertoys. Dus nu heb ik €26 betaald voor deze twee dingen. En dat is echt heel erg chill. Allebei wou ik nog graag een keertje. Dus dan ja. Dus dat is heel erg leuk dat we die korting hebben. En Jasmijn was al enthousiast, want die zei, oeh, ga je dit bloemending kopen? Want hij was in de aanbieding. En toen stuurde ik een foto dat ik hem al had gekocht. Dus die was helemaal enthousiast. Dus die gaan we zo meteen lekker bouwen. Ik kom net thuis en Tom heeft dit gehaald voor mij. Super lief, hij wou het eigenlijk gisteren al halen, zei hij. Maar in Amsterdam hadden ze hem niet op voorraad. Zoals je ziet glans ik nogal, want ik heb net gefietst. Maar echt heel leuk. Dus die gaan we zo meteen lekker maken, want dat is een lekker rustige activiteit. Ik zit voor de airco, zoals je ziet, aan mijn haar. Maar echt super lief, dus die gaan we zo meteen lekker bouwen. En dan gaan we die leuk neerzetten. Oh,
Goedemorgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag zondag en ik ga zo meteen naar mijn ouders toe voor Vaderdag. Maar ik heb dus een heel leuk cadeautje omdat wij natuurlijk naar de Formule 1 race gaan. Omdat wij natuurlijk naar de Formule 1 kwalificatie gaan, heb ik een flesje Spa gekocht. Hopelijk snapt hij de hint, want Spa van Crochard circuit in België waar we naartoe gaan. Dus die ga ik zo meteen geven. Ik ben heel erg benieuwd naar zijn reactie. Oh, Tom gaat weer een domme actie doen hoor. Hij gaat er doorheen lopen. Was leuk? En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze week. Vergeet zeker niet te abonneren en een reactie achter te laten. En we zien jullie natuurlijk graag de volgende keer weer terug. Doei doei!